Beste kijkers, goedendag. Wij zijn vandaag te gast bij Sportschool Hercules. Het geluid dat u op de achtergrond hoort is afkomstig van een aantal kick- en thai-boxers die zich heel fanatiek en heel serieus aan het voorbereiden zijn. Straks in het programma wat interviews met enkele van deze deelnemers, zodat u thuis een goed beeld krijgt van deze prachtige sport. En dat heeft allemaal te maken met het tweede Showdown Muay Thai Gala dat wordt gehouden op 20 mei in de Velodroom te Amsterdam. Inmiddels heeft naast me plaatsgenomen Jury. Jury, goedemiddag. Je zweet aardig, hè? Ja, het is hard trainen, ja. Dus dat hoort erbij, het zweten. Je bent een van de deelnemers aan het gala. Ben je al zover dat je kunt zeggen van nou, ik ben er klaar voor? Nou, we hebben nog 2 weken te gaan. Ik ben al wel goed voorbereid. Maar je werkt naar een bepaald, naar het gevecht toe. Dus de voorbereiding is nog steeds bezig. Aha, jouw tegenstander is al bekend. Wat zou je over hem kunnen vertellen? Ja, hij is een goede jongen, hij draait al lang mee. Hij is wat ouder dan ik ook. Veel routine, veel ervaring. Dus, maar ik ben meer de coming man, dus ik zou hem eruit moeten slaan. Je bent gretiger en over het algemeen is gretigheid een beter uitgangspunt ten opzichte van mensen die wat geroutineerd zijn. Wat zijn jouw kansen ten opzichte van hem? Ik denk wel een goede kans maak, maar hij heeft veel ervaring, dus ik moet door die ervaring heen prikken. Ik moet hem overdonderen en we zullen het verder wel zien in de ring hoe het afloopt. Ik neem aan dat je hierover heel veel met je trainer hebt gesproken. Heeft hij jou bepaalde adviezen gegeven? Ja, ik heb ook een bepaalde tactiek, maar daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen. Vanwege als mijn tegenstander dit eventueel ziet, dan lijkt me niet zo verstandig. Dat is wel jammer, want de kijkers die willen wel heel graag weten wat jouw zwakke en sterke punten zijn. Wil je ook daarover wat vertellen? Ja, ik wil mijn sterke punt wel een beetje belichten. Ik ben in ieder geval goed met mijn vuisten. Ik ben iemand die doorgaat, die vooral voor de knock-out vaak gaat. Ik wacht veel af in het begin en tot ik die knock-out stoot of trap kan plaatsen. Dus de tegenstander is gewaarschuwd? Ja, dat kunt u wel zeggen, ja. Als jij bijvoorbeeld bezig bent met de voorbereiding, zijn er specifieke dingen die je doet? Ja, veel conditie natuurlijk. Conditie is toch je basis waar je op terug moet kunnen vallen. Als je geen conditie hebt, dan hou je het gewoon niet uit. Dat is in ieder geval heel belangrijk. En natuurlijk inspelen op je tegenstander. In je voorbereiding kijk je videobanden, je kijkt wat zijn sterke punten zijn en daarop speel je in. Dat zijn toch... Nou, heel duidelijk. De conditie zijn heel erg belangrijk. Welk deel van de training maakt dat uit? Nou, je splitst trainingen meestal. Je hebt dan krachttraining, conditietraining, techniek en op de pads overnames. Dus de ene keer doe je conditie en de volgende keer doe je weer technieken. Zo wisselt dat ongeveer af om de dag. Ik neem aan dat dit niet jouw eerste gevecht is. Heb jij al gevechten gewonnen op KO? Wat is jouw specialiteit? Speel je met je tegenstanders of zeg je van nee, ik ben niet de man die dat doet, maar direct korte met te maken met mijn tegenstander? Wat voor soort type vechter ben je? Zoals ik eerder zei, ik wacht eerst altijd meestal even af de eerste ronde. Even kijken wat hij kan, hoe ik zijn zwakke punten kan vinden. En dan probeer ik toch meestal toch wel op de counter voor de knockout te gaan, maar vooral op de counter. Dus als ik het goed begrijp, ben je een iets afwachtende vechter? In de eerste ronde wel, zoals ik zei, maar daarna ga ik er gewoon 100% voor. Hoe bouw je zo'n wedstrijd op? Hoe lang duurt een wedstrijd trouwens? Als een wedstrijd niet wordt beslist op een knock-out, is het 5 rondes van 3 minuten met een minuut pauze tussendoor. Dus een kwartier vecht je, bij wijze van spreken. En toch, hoe kort het ook lijkt, moet je een ontiegelijke conditie hebben om deze 5 rondes vol te kunnen maken. Is het dus wel eens voorkomen dat je halverwege het gevecht al naar adem moest snakken? Het komt wel eens voor dat je inderdaad wel denkt van mag voor mij nu wel bijna over zijn eigenlijk. Of waar gaat hij er nou eindelijk eens een keer uit als je hem al zoveel klappen hebt gegeven. Maar ja, wat ik zeg, je conditie daar werk je aan, dus daar moet je op kunnen vertrouwen. Dat is gewoon een van de belangrijkste dingen in het gevecht.
Oké, ik proef uit jouw woorden dat je er bijna klaar voor bent. Je moet nog een aantal puntjes op de i'tjes zetten. Maar over het algemeen, als ik jou zo zie, veel zelfvertrouwen. Dan zeg je van, wat mij betreft, mag morgen al 20 mei zijn. Ja, dat is zo, ja. Zeker. Ja. Ik heb er veel zin in. Ik wens je heel veel succes. En ik zal uiteraard ook van de partij zijn om te zien of jij jouw woorden, de belofte die je gemaakt hebt aan de kijkers, om je tegenstanders, je tegenstander niet heel te laten, ook waar maakt. Veel succes. Dank u wel. Naast mij Remy Bonjasky. En ondanks het feit dat deze naam niet Surinaams klinkt, is Remy een ras-echte Surinamer. Klopt het? Dat klopt zeker. Ik ben gewoon volbloed Surinamer. Ja. Moeder en vader zijn Surinamers. Dus ik ben daar geboren. Ik was 5 toen ik hier naartoe kwam. Maar sindsdien leef ik in Nederland. Ja. Je bent kickbokser. Ik zou niet zeggen kickbokser van beroep. Maar het is jouw bedoeling om in de toekomst jouw beroep van te maken. Ja, dat klopt. Ik wil mijn beroep maken van het kickboksen. Ik werk nu bij een telecommunicatiebedrijf en het bevalt me daar. Het is leuk. Ik combineer het. Het is zwaar soms te combineren, want je bent dan de hele dag bezig. Je hebt gewerkt van 9 tot 5 en daarna is het naar huis eten en dan meteen doorgaan naar het sporten. En dan ben je soms 11 uur thuis en dan kan je weer gaan slapen. En zeker voor mijn wedstrijd moet ik elke dag trainen, 6 dagen in de week. Dan heb je eigenlijk alleen maar een zondag over om wat leuks te doen. Of leuks, om wat anders te doen. Dus dat betekent dat het enigszins heel lastig te combineren is met het gezinsleven? Gezinsleven, dat heb ik nog niet, want ik ben gewoon, ik woon gewoon alleen. Dus, maar ja, je ziet je ouders en je familie heel weinig. Vooral als je een wedstrijd moet vechten. Maar, en je vrienden, kennissen zie je ook heel weinig, maar... Het is wel te combineren. Het is wel moeilijk, maar het is nog te combineren. Want ik doe het al 6 jaar, dus het is wel te doen. Ja. Je bent een van de deelnemers aan het Showdown Muay Thai Gala. Je tegenstander, is het een iemand die uit Nederland afkomstig is of is hij een buitenlander? Mijn tegenstander die is bij mij nog niet echt bekend. Het is een buitenlander. Hij komt uit Bulgarije. Ik weet er heel weinig van. Het enige wat ik weet is dat hij waarschijnlijk goed zal kunnen boksen. En ja, verder weet ik heel weinig van. Hoe belangrijk is het voor jou om iets over je tegenstander te weten? Want ik neem aan dat, dat jij je beter zou kunnen instellen op je tegenstander. In geval je wat gegevens over hem zou weten. Maar in dit geval weet je helemaal niets. Is het voor jou een probleem? Het is geen probleem. Het is wel, ja, het is wel in je voordeel als je weet wat hij kan, wat hij niet kan of hoe hij vecht. Want ik weet bijvoorbeeld niet of hij een linksvoorstaande vechter is of een rechtsvoorstaande vechter. Dat kan ook heel belangrijk zijn, want dan kun je erop instellen en erop gaan trainen. Maar ik heb vaker, ik heb 30 partijen nu gevochten. En daarvan zijn er zeker 20 waarvan ik gewoon niks wist. Dus toen is het ook allemaal goed gegaan. Dus ik denk ook wel dat dit goed zal gaan. Nou, als ik jou zo zie zitten, vol zelfvertrouwen, dan heb ik ook het gevoel dat het goed zal gaan. Hoeveel wedstrijden heb jij tot nu toe al gevochten? Ik heb 30 partijen gevochten, waarvan 25 gewonnen en 17 knockouts. Ja, dus het gaat nog wel. Dus dat betekent dat je een geduchte tegenstander bent voor die Bulgaar. Hoe voel je je conditioneel? Conditioneel voel ik me prima. Ik heb er hard voor getraind. Ik denk gewoon dat ik... Dat goed zal aflopen. Ja, dat weet ik bijna al zeker. Je neemt, naar wat ik mij kan voorstellen, heel veel dingen door met je trainer. Zijn er bepaalde tactische wenken die je van hem krijgt? Het beste wat je kan doen is gewoon luisteren naar je trainer. Want het is een samenwerking van. Want je staat in de ring en hij coacht je. En dat is het enige wat ik eigenlijk... Kijk, we nu... Krijg alleen maar de goede training.
Maar in de ring moet je het echt doen. En dan doe je het samen. De trainer zegt hoge trap, dan geef jij hoge trap. Soms wil het af en toe niet helemaal lukken, omdat je dan zo gespannen en geconcentreerd bent op je tegenstander. Maar het is echt het belangrijkste om naar je trainer te luisteren. En als hij zegt, doe dit, dan moet je het doen. En dan win je ook. Duidelijke woorden. Nou, nu op 20 mei zal het publiek in grote getalen naar de hal komen. En ik denk ook dat jij een van de publiekstrekkers bent. Ben je nu al in staat om het publiek te garanderen dat jij je wedstrijd wint? Ik zal heel hard mijn best doen en als zij komen kijken, mij komen steunen, zal ik ze niet teleurstellen. Oké, ik hoop het voor jou. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat je zal slagen in je opzet. Veel succes en tot 20 mei. Chris, jij neemt hijgend plaats achter de microfoon. Waar is daar de oorzaak van? Hard getraind, hè? Je zegt hard getraind. Heeft het ergens mee te maken? Ja, ik heb 20 mei een Nederlands titelgevecht A-klasse. Het is een Nederlands titelgevecht. Is dat een gevecht om je eerste titel? Of heb je al meer titels achter je naam staan? Nee, eerste titel. Dus dat betekent heel spannend voor jou. Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje. Oké, moet kijken hoe het wordt. Zenuwachtig, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar die voorbereiding, hoe is het tot nu toe gegaan? Want ik neem aan dat je, zeker als het gaat om je eerste titelgevecht, een speciale voorbereiding moet hebben. Ja, hele harde training en verder loopt het heel goed. Jij bent niet een man van vele woorden, maar wel van daden, begrijp ik. Ja, woorden, ja. Moet kijken hoe het wordt. Hè. Ik begrijp ook dat je een knock-out specialist bent. Hoeveel wedstrijden heb je tot nu toe afgewerkt? 10. 7 gewonnen, 3 verloren. Dat is een respectabel reeks. 3 verloren, 7 gewonnen. En hoe zit dat met jouw KO, je knock-out specialiteit? Win je een groot aantal wedstrijden op KO? Of ben je toch iemand die het beslist op punten? Ja, ik heb er 4 op knock-out gewonnen nou. Maar meer is op punten. Wat kan de tegenstander van jou verwachten? Want die zal natuurlijk weten dat jij in de uitzending bent en iets zal vertellen over jezelf. Wat kan hij van jou verwachten? Wordt het een moeilijke of een makkelijke wedstrijd voor hem? Een hele moeilijke. Dus ik weet niet hoe de tegenstander heet. Weet jij trouwens al wie jouw tegenstander is? Ja, Shabari. Uiteraard een vechter uit Nederland, want het gaat om de Nederlandse titel. Ken je hem? Ja, niet persoonlijk. Je hebt ook weinig informatie over hem? Heel weinig. Wel, dan neem ik aan dat het voor jou niet zo makkelijk zal zijn om je te kunnen focussen op hem. Want over het algemeen is het toch wel wat makkelijker als je wat informatie hebt over je tegenstander. Zodat je tactiek of je strategie kan toepassen op hem. Heb je daar problemen mee? Heb je daar moeite mee? Nee, want ik doe toch mijn eigen tactieken. Ik moet toch mijn eigen wedstrijd maken. Ryan, van harte welkom. Jij bent ook een van de deelnemers aan het gala, sterker nog, de hoofdpersoon, de publiekstrekker. Is het een rol die jou op de schouders is geschreven of geeft het toch wat spanningen, wat extra spanningen en verplichtingen? Ja, tuurlijk brengt het wat spanningen mee. Je moet je altijd bewijzen.
Maar voor de rest, ik trek me er niet zoveel van aan. Ik kom gewoon te doen wat ik moet doen. Dat is vechten en winnen. Dus daar ga ik gewoon voor. En ja, het publiek is allemaal meegenomen, maar ik sta er toch voor mezelf. En voor mijn sportschool natuurlijk. Een man van doen, van daden en weinig woorden. En die zich ook niet veel aantrekt van de aanwezigheid van het publiek. Jij bent op dit moment een van de toonaangevende kickboxers. Je wordt door velen aangetipt als de grote man van de toekomst. Hoe ver ben je nu al? Ik heb 2 maal wereldtitel behaald. Die heb ik een aantal jaar gehad en werd die vakant gesteld omdat ik geen partijen vocht. Ik weet niet of er geen uitdagers waren of wat, maar ik kreeg in ieder geval geen partijen toen op dat moment. Ik ben daarna naar Thailand geweest. Ik heb daar een carrière opgebouwd omdat ik tegen de Thaise kampioen vocht. En dat is gaan rollen, ik had gewonnen en zo ben ik daar eigenlijk beland. Dus ik vecht daar veel meer. En nu om weer voor een wereldtitel te vechten, zeg maar, zou wel niet een echte wens zijn meer, omdat ik hem toch al gehad heb. Maar wat mij, zeg maar, mijn doelstelling nu is, tenminste mijn top wat ik wil behalen. Ik sta op dit moment nummer 2 van het Lumpini Stadion. En ik zou graag die titel willen halen van het Lumpini Stadion. Ja, dus dat is een niet aanzienlijk streven. Ik neem aan dat de tegenstand in die klasse of in die categorie behoorlijk zwaar is. Kan je iets daarover vertellen? De tegenstand is zeker wel zwaar, maar ik weeg normaal 72,5. Als ik in Bangkok vecht, dan weeg ik normaal 69. Die titel staat op 8 tot en met maximaal 68 nog wat wegen. Dus ik moet iets eronder komen. En ik moet proberen, als ik zeg maar onder het gewicht kom, toch niet te veel kracht te verliezen. Want die jongens zijn heel sterk natuurlijk. Dus ja, ik wil het wel proberen. We gaan er gewoon voor. Kijk. Dat betekent aftrainen. Aftrainen, afzien. Want kickboksen, thaiboksen, betekent afzien. Want zoals vele collega's van jou vertellen, is de conditie een van de basisgegevens. Hoe ben jij conditioneel? Er zijn sporters die conditioneel wat minder zijn, technisch daarentegen veel beter. Hoe zit het met jou? Wij proberen van alles, het technische en conditionele natuurlijk. Omian die let daarop, dat is de trainer, hoofdtrainer. En aan mijn conditie wordt hard gewerkt, die moet altijd op peil zijn. Je weet maar nooit. Ik bedoel, bijvoorbeeld tegen deze Peter Kleij, het is een hele sterke jongen. Vooral in de laatste rondes is hij gewoon sterk. Waar de meeste jongens een beetje gaan afzwakken, daar is hij sterk. Dus mijn conditie moet op dit moment gewoon echt top zijn tegen hem. Peter Kleij, zei je. Een jongen die je kent natuurlijk. Jullie kennen elkaar, mag ik aannemen. Wat zijn je verwachtingen van dit gevecht? Mijn verwachtingen zijn dat het een zwaar gevecht wordt, denk ik. Als het over de volle vijf ronden gaat, dan wordt het gewoon een zwaar gevecht. En, ja, maar ik ga gewoon ervoor en ik wil als de winnaar de ring uitkomen. Deze reportage, beste kijkers, waarmee wij u een duidelijke impressie hebben willen geven over deze prachtige sport. Natuurlijk bent u als toeschouwer van harte welkom op 20 mei in de Velodroom. Dit gala begint om 7 uur en ik kan u verzekeren dat het een top gala wordt waaraan u heel veel plezier zult beleven. Tot 20 mei, 7 uur, Velodroom, Amsterdam.